Dit is onze legale collectie voor het jaar 2012-2013. Verkocht voor €200 ongeveer. We beginnen bij Multitinder King. De single shot met fluit en harde knal. Daarna 3 grondbloemen. Daar. Happiness hebben we 1, 2, 3 doosjes van volgens mij. Ja. Daarna 15 Sparky, maar die anders kwijt. Ligt op beneden waarschijnlijk. Eén met rode crep en 3 met pasen. Het is gewoon een fonteintje met wonderpol erin. Ja, we hebben gratis bijgekregen die. Het is gewoon een til. Die doen we voor het avondprojectje, hebben wij Mico erbij gekregen. Kijk, dan single shot van Widow. Widow hadden we vorig jaar ook. Die is met rood en groen en crackling, zo'n sier. En deze is echt voor fluit en knal. Die had ook echt volgens mij veel hadden. Rotjes. Ja, slof. Ja, tegenwoordig zijn die niet meer echt slof, want ze zitten in een kartonnen pakje. Nee, ze zijn niet open, maar beneden wel. Ze zitten nu in zo'n kartonnen plastic ding. En vroeger zaten ze echt in... ik ga hem ons boven. Vroeger zaten ze echt in van die... Ja, echt zo'n brood was het met pakjes van 10 of veel handiger. Want als je deze openmaakt, doe je van meteen uit elkaar en je kan... Als je hekskring maakt, is ook handig om een ding van 10 te gebruiken, maar kan tegenwoordig dus allemaal niet. 3 keer B, ja. B-pel. Ja, eigenlijk noemt hij nog ander merk. Maar 5 keer B-pel. Die zijn met knetter. Die zijn knal. Dan nitraatcake. Ja, gewoon nog ook. XXL, we hadden eigenlijk de XL, alleen die hadden ze niet meer. Maar eerst zeiden ze dat ze deze niet meer hadden. Maar achteraf bleek ook dat ze deze hadden en die andere niet meer hadden, ingewikkeld verhaal. Maar we hebben dus 1 voor 36 shots, terwijl we 10 euro betaald hadden voor een 60 shots. En dus dat is meer dan dubbele, als het goed is. Ja, dan. Ja, doe maar eens. Ja, doe dadelijk. Voor mij is kaarsen. 3 pakken van de originele, in ieder geval die vind ik de originele. Die hebben we altijd al. En dan 1 zo'n gekke. Ja. Even kijken. Deze hebben we al gehad. Nee. Dit is een shootje. Fluitpotje. 5 keer. 2 euro kost per stuk, dat ik wel. En we hebben 5 keer. Dus 15 keer fluitpotjes. Ze zijn ook best wel klein, misschien lijkt het op 4 groot, maar ze zijn echt klein. Maar ook wel voor. Ja, maar 2 euro. Ja, 2 euro. Is niet even kijken, dan Cruise Rockets. Cruise Rockets. 2 keer, zitten hierin en hierin. Beide rekje. Dan komen we daar nog uit. Even kijken, hier dus nog belletjes. Hier als we hem er allemaal erin uit. We hebben al een 10 uur test gedaan, dus. Zit hier los erbij. We hadden Tun Queen Rocket volgens mij. Tolola en Cruise Rocket. Hele kleine pijltjes. No, leken met deze. Met de Yoko. Super Bitch knap pakket zo. Even kijken, ja. Deze. En een mooi doosje shot. Zitten er al een aantal in. Van Mad Dog. Even kijken hoe diep dit is. Zo diep dus. Ik ga een Lingo spelen. Volgens mij 1. Hieronder liggen nog Rotjes van Mad Dog. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er zijn nog 7 pakjes los. Deze nog. Dit is Secret Salvo. Dat is de kleine broertje van die hier staat. Die kostte €25. Die is voor het nieuwe project, voor het eindknal. Dat is de Secret Salute. Maar dit is weer één schot eigenlijk, ja. Oh, dit gaan we tegelijk. Zo'n kleine finale eigenlijk. Ja. Kijk, dan komen we nu bij het tenue-crack, bij het pijrek. We hadden al een teur laten zien hoe je maakt. Nu zitten de pijltjes erin. Op het begin normaal viscoont. Dan de snellond, die hebben we gekocht bij... Snellond. Ja, bij viscoont. Nou, maar die is volgens mij niet vertrouwen. Een paar mensen hebben hem niet binnen gehad, maar in ieder geval... Wij wel, want omdat daar vroeger waren, dat kan ook. Dat is de bedoeling dus dat deze allemaal tegelijk gaan. Het zijn allemaal fluitpijlen. En dan hier zit weer een stukje normaal rond. En dan hier de joker. Marinepaal. Als eindknal is de bedoeling. Ik hoop dat alles de lucht in gaat. En dan hier. Een beetje het licht doen. Ja, dat zie je wel goed op. Ja. En hier het tenue project. Met dat wat ook bij het tenue project, pijlenrek. Maar deze gaat eerst en dan pijlenrek. Ja, kijk wat er allemaal in. We beginnen bij eerst hier een paar shocks en deze drie zijn speciale shocks. Er komt rookstaart uit. Oh ja, die hebben we ook nog even liggen, die hier op dat pakje. Ja, paarse, rood en groen. En er zitten toch maar 3 los in, want we hebben er maar 1 pakje. Ja, dat is ook niet. En er zitten 3 pakjes van Madoc shock bij.
Eentje. En hier begint het snel rond. Dus dit gaat allemaal tegelijk. En dit gaat ook allemaal tegelijk. Ja, het begin gaat rustig. En dan komt hier tempo erin. Dan gaan deze drie nitraatcakes tegelijk in. Dutch Thunder, Lucifer en Patrick Lauwenser. Deze twee zijn uit België. Deze is Nederland. Alleen deze vind ik ook heel goed. Altijd vorig jaar. Dus de prijs wel verhoogd, maar nog steeds moeite waard. Deze wordt ook op begin aangestoken voor het tempo erin te houden. 6 merk. Pyro Star, ja. Stond op site Ammo Store, maar dit is een ander merk. Pyro Star. En dus de Secret Salute als eindknal. Ja. We hebben met dubbel tape hier aan de onderkant dat het goed blijft plakken. Ja, maar sowieso plat ondergrond, dus valt hij zo snel om. Ja. Dan, als soort, dit is niet te kopen in Nederland in de winkel, maar we wouden geen los quick update maken voor drie dingen, dat is een beetje lullig. Dus okay. En dan het verschil tussen een Tolola en deze. Daar zie je het verschil al. Deze ook gewoon veel dikker. Ja, dus twee lawinepijlen. Hier. En een pak Cobra praten, dat is een nieuwe nitraat. Waarschijnlijk is die volgend jaar populair, want ik heb nog niet veel video's van gezien op quick update of zo. Mooi afwerk nitraat, we hebben al eentje los van getest, die is niet uit dit pak gehaald. Gele vlam zit erbij. Dat is ook wel origineel, want meestal is groene vlam of rood. Hadden we ook eigenlijk nog eens afgestoken. Maar... ja, dat kan ik zeggen. Ja. Kijken, de Cobra praten, ja. Zit, als het goed is, heb ik gewoon 3 gram flesje in. Kan allemaal hard. Dus hier 2 lawinepijlen, 1 voor overdag en 1 in de avond. Gaan allemaal de lucht in. Dus als je een paar lawinepijlen hebt, dan moet je ze wel ook lucht in gaan. Kijk, als je met 10 hebt, kan je het grond doen. Maar het is wel goed. Kijk, dan nog even de shock naast elkaar. Dat is ook wel nog. Nee, ik ben even grabbelen. Kijk, nou je ziet duidelijk het verschil tussen normale normaal dingen en bloedtimmers. Een grote onderkant, dus dan die met valt deze, sowieso in deze niet valt er wel mee. Ja, inderdaad. Onderkant kan je ook gewoon losmaken, maar gaat niet zo makkelijk als bij deze shocks. Deze is ook ronde onderkant, zijn vierkant, dus extra stevig, extra groot dus. Kukje is morgen mooi weer bij ons. Ja, 0,0 mm in de mos. Ik weet niet hoe het bij in de Randstad is, maar kijk, bij ons in de mos is het... Ja, dat is voorspeld, dus kijk ook niet. Het even kijken of we alles hebben gehad. Ja, hier zie je het. Hey. Maar ja, daar zie je niet. Nee, zie je niet, nee. Jammer. Even kijken, ja, alles hebben we gehad. Maar ja, de kroes ook voor zien. Ja, dat ook al. Oh, ik weet het ook, ze hebben ook straks, hè. Dat is trouwens Koeshoek, trouwens snel aanraden, nou, daar heb je nu niet voor aan, het is nu al de 30ste. Maar die geeft drie fluiten. Drie fluiten achter elkaar. Ja, goede pijl. Deze speeltje ook allemaal fluiten. Dus fluitje. Wat nou? Nou, dit was onze collectie van het jaar. Het is een 2019, we maken een compilatie, dus die wordt wel mooi. Nou, houden. En kijk hem ook. Jo, nou.